Goed, inmiddels zijn wij beneden en wachten wij op de mannen hier bij het podium. Blije gezichten bij diverse coureurs natuurlijk. En aangezien Junior gelijk door de televisie wordt besprongen als winnaar, gaan wij even naar Carlo van Dam, die we toch niet zo vaak hier in Zandvoort zien. Hey Carlo, strakke wedstrijd, maar net niet de eerste plek.